Bij een nieuwe serie op mijn kanaal. Ik zal even mijn microfoon goed doen. Zo. We gaan vandaag Lego The Hobbit spelen. Dit is een game. Ik heb al een beetje. Ik heb het spel wat langer. Ik heb al een beetje voor. Ik heb het spel nog nooit uitgespeeld. Dus dat ga ik ook naar opslagvak 2. En dan gaan we even kijken. We gaan in ieder geval. Enter. Enter toch? Ja. Opslaan, bevestigen. En dan gaan wij beginnen. Enter. Enter. Ja, oké. Okay. Ik hoop dat hij niet crasht. Dat deed hij bij mij de eerste paar keer dat ik het gewoon speelde ook. Dus ik hoop het. Als we trouwens cutscenes en zo krijgen, dan zou ik mijn mond even houden. Want dan kan je daarvan genieten. Dus ja, dat dus. Maar dan moeten we even wachten. Dit is het laadscherm in ieder geval. Voor dit hoofdstuk. Er zijn meerdere hoofdstukken. Ah, en het is in dezelfde game, dus jullie zullen mij even merken. Behalve dat het save screen anders is. Voor de rest. Ik hoop dat jullie zin hebben in deze serie. Ik ben persoonlijk best hyped ervoor. Het is een keertje wat anders. Een keertje een echte story-based game. Dus we gaan het zien. En volgens mij kunnen wij nu bezig. Ja. Oh. Ja, nou wat ze hier allemaal zeggen. Het gaat met de kussing. Zou ik mijn hond ook al niet. De hele tijd. Ik heb de controls even aangepast. Ik hoop dat de framerate een beetje goed is. Vooral omdat ik nu een andere game doe dat ik gewoon ook doe. Oké, dit kunnen we niet breken. Want dat is goud. Dus daar hebben we weer een apart karakter voor nodig. We zijn in ieder geval nu Thorin ook een shield. Kan ik hem eraf slaan? Wacht even. Dus kan ik hem eraf slaan? Nou, jammer. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik heb de controls een beetje naar mijn eigen likings gedaan. Maar anders, ja, anders hebben we dat probleem dat ik steeds met daarmee te klooien zit. Want ik speel het nu op Steam. Dus niet met een controller ofzo. Dus de controlling is niet helemaal ideaal, maar het kan ermee door. Kan ermee door. Wat we in ieder geval nu aan het doen zijn, is we gaan proberen deze poort open te maken. Dat moeten we even bouwen. En dan gaat als het goed is zo meteen dit mannetje, die met die hamer, die gaat er dan tegenaan slaan. Kijk hoor, heb ik hem nog niet. Zit. Even zit. Nee, daar hebben we dus die hamer voor nodig. Kijk, zit. Druk, ja, kijk, C ingehouden. En dan spatie, of enter. Oh, nee, enter is pauze. C. C. En. Oh, spatie. Nee, het is spatie, jongens. Kijk, en dan. Boom. En dan gaat, als het goed is, die poort open. Let's go. Ik vind het wel leuk om Thorin te spelen. Zonder open shield. Ik wil even zeggen, crasht hij nou? Maar nee, dat viel gelukkig mee. Het zou naar zijn als hij nu al crasht. Ik ga je trouwens
geen 100% run van maken, tenzij er echt, echt vraag naar is. Maar dat lijkt me sterk, dat jullie dit een 100% run willen zien. Ik bestuur het gewoon momenteel met één hand, laat staan hoeveel moeite dit kost. Let's go. Oké, nou, wij moeten een juweel gaan vinden. En dan zie ik dit oplichten. Dus dan moeten wij hier waarschijnlijk hier een klap tegenaan geven. Nou, even kijken, X. En dan moeten wij die daarop gooien. Dus goed, dan kan ik mikken met Z hier. Pat. En dan valt die om. Ja. Ah, nee, kijk, we hebben geen... Nee, kijk, we gaan de diamantmijn gaan winnen, jongens. Kijk, bam. En dan gaan wij op zoek naar de Arkenstone. Het laden doet wel langer op, maar dat... Erg gek, man. Oké, ik knip die laatste stukjes er gewoon zoveel mogelijk uit. Ja, gems, ja, lalalala, ik maak ze kapot, Nee, mijn gems. Dat is het leuke aan Lego, je kan gewoon dingen breken. Even kijken, ik heb jou nodig, dus dan was het spatie. Nou, pats. Deze game heb ik trouwens door Mr. Perk, die ik had deze game bij een giveaway gewonnen, dus... Maar je moet eerst nog het andere ding kapot maken. Dus even shout-out naar hem, ik zou zijn kanaaltje, vaak kanaaltje, schouder dan mij, echt 10 keer, 20, vreden. Kijk hoor, even rekenen. Hij is ongeveer 50 keer groter dan mij, dus in dat opzicht, even geven. 25 keer groter, ja, nee, nou klopt even. Even rekenen, hè. Moet ook gebeuren. Oeh, hier zie ik de minikit boven, jongens, kunnen we het kapot maken? Ik heb geleerd dat alles wat aan is kapot kan, dus... Niet per se in deze situatie, maar dat maakt even niet uit. Oké, nou hun zijn allemaal met die diamanten bezig. Dat is hartstikke leuk. Maar wij gaan hier naar binnen. Die blauwe minjes pak ik wel graag even mee. Oh, en kijk, hier moeten wij als het goed is gaan craften. Dat kunnen wij als het goed is bij dit soort werktafels doen. Dus wij moeten als het goed is, als ik het nog goed heb, allemaal materialen gaan verzamelen. Kijk, X, ja. Lego buit, ja, kijk, we moeten diamanten hebben. Nee, maar daar hebben we er momenteel geen van. Nou, gaan we dus op X, dan kunnen we annuleren. Kijk, ik zie hier al meteen de blauwe liggen, dus die moeten we even pakken. Zo, dan moeten we die rode hebben. Ja, maar ik moet even deze oppakken voordat die weggaan. Nou zijn wij gelukkig een klein karakter, dus dan kunnen wij hier doorheen. Ja, dat zeg ik net. Kunnen we hier doorheen? Zo. En dan hebben wij een hendel. Ja, dus dan kunnen we deze stroming uitdoen. Pat. Ja, het is echt proberen deze eerste saaie stukjes maar spannend te maken, ja. Ja, dat lukt je niet. Maar hier hebben we in ieder geval wel goud. Dus dat hadden wij ook nodig. Dus wij hebben hier een bak met goud gevonden. En daar hebben wij nu wat goud uit. Oh, kijk, we hebben ook meteen dit groene. Is waarschijnlijk smaragd of zo. Oh, hier krijgt die hoofd mij van of zo. Oké, we hebben smaragd. Moeten we nog meer hebben? Vast wel. Kijk, ja, dat zei je net ook al. Die hebben we. Alleen deze niet. Dat zilver is dat volgens mij. Die moeten we nog zien te vinden. Ah, kijk, daar staat al een hele bak met zilver, joh. Ideaal. Nou, pat, slaan we die even kapot. Bak met zilver. Is dit genoeg? We hebben er 4 nodig. En we hebben er 4. Nou, helemaal mooi. Nou, hoep. Gaan we hierop staan. En dan X. X. Druk op X. Ja, je moet wel goed staan. En dan spatie. En als het goed is, gaat dan... De deur open. Oké, we gaan blijkbaar smeden. We moeten op Z. Space. Oh, C. X. Oh, we hebben hem al. Nou, perfect. Wat hebben we hier gemaakt? Wij hebben hier...
Zo. Wij hebben nu een sleutel gemaakt. Ja, die dwergen, die hebben daar verstand van. Helemaal met je eens, Bilbo. Kijk hoor, als het goed gaat de poort open. Ja joh. Oh, moet je kijken. Wij gaan op zoek naar die Arkenstone, jongens. Die zou hier ergens moeten liggen. Ja, ik kan hier nu een hele lange video van maken. Weet je, ik maak hier ook gewoon een lange video van. We gaan het eerste missie gewoon in één keer doen. Dat is een van de langste. Voor mij is de laatste missie nog langer. Maar over het algemeen, zo lang zijn ze niet. Maar als we nou gewoon per missie, of per aflevering één missie doen. Maar niet uit hoe lang ze zijn. Oké, ik moet even een pickaxe voor hem regelen. Wat kan hij gaan? Oh, kijk. Kan, oh, een fluit. Ja, maar hij heeft toch al die grote bel. Hij speelt een liedje voor ons. Dit is prachtig. Dank voor genieten. Nou heb ik nog geen foute uitspraken gedaan. Was ik ook niet van plan vandaag. Dus nou, we gaan eens even kijken. We kunnen in ieder geval nu dit gaan minen. Want wij hebben hier waarschijnlijk weer verschillende materialen voor nodig. Oh, dat laten we nog niet zien. Nou, we moeten niet eerst even gaan minen. We gaan even wat brons minen. Nou, als je hem dus één keer in het midden krijgt, dan hoef je dit niet zo moeilijk te doen. Nou, we hebben in ieder geval wat brons en wat steen over. Zit alweer bij? Zijn alweer bij? Oh, nee, dat was dom. Dat was dom. Dat is gewoon materiaal verspild. Ik wist niet dat we al bezig waren. En zit. Pat. Oké. Wat? Extra brons. En dan moeten we deze nog even kapot hakken. Ik zit wel even te bedenken dat ik één level had en moeten we in één keer goed doen. Dat op het moment dat we er zijn, zeg ik het wel. Want nou, dat, als je dat niet in één keer goed doet, dan heb je een... Ah! Nee, je moet... Rustig. Anders hebben we een probleempje. Kijk, we gaan hier weer craften. Hebben we genoeg materiaal? Nee, we moeten ijzer hebben. Of hout hebben we nodig. Nou, dan moeten we even hout gaan regelen. Waar kunnen we hout vinden? Waarschijnlijk in dit soort houten dozen met planken erin. Ja, kan je op alle manieren interpreteren die je wilt. Houten doosje met planken erin. We hebben wat touw. We hebben voor mij iets meer touw nodig nog of niet? Nou, we kijken even wat we nodig hebben. Oké, zo, X. Hebben we steen? Je hebt toch wel steen. Ja, kijk eens, touw. Touw hebben we nodig. En die nou. Als het goed is gaan we dan nu voor het eerst craften. Ja, oké, dit is lastig. Wij hebben dus een plat onderdeel nodig. Oh, ik ben echt zo scheel als maar kan. Oké. We hadden hier een perfecte score op kunnen halen, want nu is het nog niet zo lastig en zelfs dan verpest ik het nog. Dus hier worden waarschijnlijk allemaal memes over gemaakt over hoe blind ik ben. Kijk, we gaan een mijnplatform maken. We hebben een wiel nodig. We hebben zo'n ding nodig om mee te kunnen laten draaien. We hebben zo'n klein deeltje nodig. Is dat genoeg? Of komt er nog wat bij? Nou, volgens mij is het genoeg toch? Nee, we moeten nog dit ding er bovenop. We moeten nog een lange bij. Oh, daar zitten we op. Ja. Oké, ik had een foutje. We moeten nog zo'n ding. Hebben we nog meer nodig? Ja, we moeten nog zo'n klein dingetje. Zo'n houtding. Hé, wat? Nee, die. Die. Wist ik wel. Nou, dat wist ik wel, joh. Wist ik wel. Wist ik al. Oké. Hoppa. En wat we nu gaan doen, is wij gaan minen, jongens. Wij gaan diamond zoeken. Oké. Welke materialen willen we hebben? Oké, ik wil dit wel hebben op zich. Wat is goud? Goud is redelijk lastig te laten, dus... Wat is het blauwe dan? Oeh, hebben we perfect? Ja, joh. Kijk, hier is het gewoon... Ja, en dan komt het weer als goed zo'n cutscene aan.
Die Arkenstone. Kijk, dit is het punt waar ik de eerste aflevering zou kunnen afsluiten. We gaan het niet doen, maar het had gekund. Smaug was gekomen. Ik ga hem sowieso even opslaan. Dat ten eerste. Dat we in ieder geval niet onze voortgang kwijt zijn. Je ziet hem daar op de achtergrond. Smaug. Ja. Oké, ik krijg getriggerde mensen als je het verkeerd uitspreekt. Hè? Welke karakters hebben we allemaal? Oh, we hebben nu Dory erbij. Oh, leuk, ja. Oké, die kan dit soort dingen weghalen. Van die obstakels. Oké, en hier gaan we iemand met een ex voor nodig hebben. Heb jij die ook toevallig? Ja, joh, je hebt ook een ex. Boom. Dit is vooral een level om de game mechanics te leren. Oké, dus we hebben een ex en nou moeten we nog even een companion hebben. Zo, Torbjörn in dit geval en dan. Kunnen we deze met tweeën kapot maken? De Lego games van vroeger waren veel beter dan wat je nu hebt. En daarom vind ik dit soort dingen. Pirates of the Caribbean. En dan bijvoorbeeld ook Lord of the Rings. Lego variant. Vind ik dan wat leuker. Dan heb je nog unieke mechanics. Daar kon je, waren games nog apart van elkaar. Dat heb je tegenwoordig niet echt meer. We kijken wel zodra we deze game af hebben of we ergens anders nog een andere kunnen scoren als het al goed bekeken wordt. Het gaat niet altijd om of het goed bekeken wordt, maar als het redelijk bekeken wordt en ik vind het zelf een leuke serie om te maken, dan ben ik sneller geneigd om door te gaan. Vooral dat laatste. Oké, Smaug komt er bijna door, maar we gaan proberen. Om tegen te houden natuurlijk, want het is niet de bedoeling dat Smaug hierdoor gaat komen. Net vond ik zijn wel, jongens. Dat is ook zo'n Lord of the Rings kanaal. Oké. Oh ja, dat het was te proberen. Helaas. Why are you running? Oké, we moeten die poort open. Oh, we moeten die poort open gaan maken. Dus we moeten even zo. Kijken, wie heeft niet echt een goed wapen? Jij. Jij krijgt dan die hamer. Dan kunnen wij, zodra we dit. Kijk, dit kunnen we bouwen. En dan kan Dory. Zo. Dit. Als we X. Zo, kan hij zorgen dat wij hier iets kunnen bouwen. En dan kan, als het goed is, die andere kerel waarvan ik de naam even vergeten ben. Kijk, hoe heet je? Nee, niet Torin. Ja, jij. Balin, die kan er tegenaan slaan en dan gaat de deur open. Ja, zo simpel is het. Het leven hoeft niet lastig te zijn, jongens. Dit is pats. Kijk. Shagaboom. Wij kunnen het erin.
Oké, jongens, we hebben een beetje haast zo te zien. We moeten hem redden. We moeten die kant op gaan. Kijk, we gaan dit... Oh, wacht, kijk, daarboven is weer zo'n ding voor Dorian te doen. Kijk, C. C, druk op C. Ja, oké. Okay. Boom. Die moeten we om laten vallen, want dan kunnen wij naar boven. Oké. Okay. Boom. Klim, klim, klim. Oké. Even kijken, dit kan kapot. Alles wat kapot. Ik zei toch, alles kan kapot. Echt, echt alles kan kapot, jongens. Oké, boom. Nou, is mijn commentaar niet al te best. Maar dat maakt even niet uit. Het gaat om het idee dat we nu bezig zijn. Oké, dit wordt nu een ophaalbrug. Zo. Of ophaalbrug, is nou wat ik bedoel. En daar is Smaug ondertussen. Die is de boel aan het verwoesten hier. Ons prachtige Erebor. Oké, we hebben... kijken, zo. En dan moeten we even zorgen dat er... andere karakters meegaan. Nee, kijk, jij gaat hier, zo. Dan komt... Forin, die springt zo. We hebben toch aan twee karakters wel genoeg. Ja, joh. Dory, als jij... Ja, of jij neemt die dat genoeg natuurlijk. Kijk zo, hier, boom. En daar ging de Arkenstone. Oh ja, dit is een stukje dat we moeten gaan rennen, toch? Wacht, ik wil geld. Geld. Ik snap dat de hele gedachte achter het level is, maar dat maakt er even niet uit. Ik wil dat geld hebben. Anders zou ik geen amateur YouTuber zijn als ik het niet allemaal voor het geld deed, jongens, wat we niet verdienen. Oké. Waarschijnlijk komt er ook nog een minikit of zo. Dus. Kijken of we eentje mee kunnen pikken. Oh, Smaug komt eraan, jongens. Smaug komt eraan. Oh, ik heb hem in mijn eigen run niet. Ik zou zweren dat we hier net met 4 waren. En dan hebben wij het eerste level gehad, jongens. Hell yeah. En we hebben wat karakters unlocked. We hebben Thorin. Wij hebben hem hebben we unlocked, ja. Ik kan niet alle namen uitspreken. We hebben Balin unlocked. En wij hebben als laat... Oh, ja. Ik dacht dat we Dorian ook nog unlocked hadden. Oh, we hebben wel meer mensen unlocked. Oh. Daar hebben we even bezig dus. Ja, nee, we doen het niet unlocked. Ja. Nou, we zijn wat karakters vrijgespeeld. En we krijgen wat goud. Of wat stad, zei dat. Moeten we even wel bij de juiste Lego-termen blijven. Nou, dit is al een aardig bedrag. Hier kunnen we redelijk wat mee. Hoppa. Space. Wauw, minikit hadden we er eentje van. En we hebben wat nieuwe locaties. Of evenementen, sorry hè, evenementen. Hebben wij unlocked. Oeh, hell yeah. We hebben wat mithril. En dan gaan we nu het verhaal vervolgen. We gaan even kijken of er cutscene komt. C. Nou jongens, dit was de allereerste aflevering van een nieuwe serie op mijn kanaal. We gaan dit vaker doen. Ik ben even benieuwd hoe de eerste aflevering aanslaat. Als het leuk is, dan gaan we er zeker mee door.
En als het niet leuk is ook. Ik wil jou hartstikke bedanken voor het kijken. En ik zie jou graag weer in de volgende video. En ik zeg later, later, later.